Hallo allemaal, mijn naam is Kalsiop en welkom terug bij een nieuwe commentary op Black Ops 2. Vandaag speelt dus Free For All op Standoff, denk ik dat die map heet. We gaan dus een live commentary doen en eventjes iedereen muten voor de zekerheid. Moest er direct, of dadelijk, tuurlijk, laat me fucking mijn zin afmaken. Moest er zo dadelijk een beginnen te ragen of zo. En vandaag speel ik dus Free For All met de Sheikom. Zal ik eerst beginnen, misschien zo dadelijk een ander wapen kiezen. Maar Sheikom is dus een zo supergoed wapen. Het is eigenlijk 3 round burst, maar als je gewoon blijft schieten, of blijft ja, op R1 drukken, wordt het gewoon een fully automatic geweer. Zo'n snelle fire rate heeft hij. FN-C4 tegen de auto. En waarom is hij nu niet fucking dood? Ik wou het eens hebben over mijn C4, mijn twee vriendinnetjes, mijn twee C4'en, want ik gebruik Danger Close, daarom heb ik twee C4's. Dan gebruik ik ook nog eens Fast Hands om mijn C4 snel te kunnen gooien en dat is zo freaking handig. Nu heb ik ook nog Scavenger erin staan en als derde perk heb ik niks. Ja, dat is gewoon veel handiger. En Scavenger, ja, dan krijg ik die C4's nog eens terug als ik mijn twee vriendentjes heb weggegooid. En holy shit, mijn headset is platgevallen, dus ik hoor geen gamesound meer. Maar laten we gewoon verder gaan zonder gamesound. Wat boeit mij dan nu? Holy shit. Maar ik heb nog echt niet zo vaak een live commentary gedaan. Ik heb er gisteren een paar keer geprobeerd eentje te maken. En ze zijn echt goed gelukt. Mooie gameplays, mooie commentaries. Altijd vlot blijven praten. Maar mijn AverMedia heeft het begeven. En er scheelde iets met de harde schijf. Waardoor ik verkeerd kon opnemen. De kwaliteit was niet zo goed. Soms viel het beeld weg. De sound was niet goed. Dus ja, fucking fake. En dat is wel spijtig, maar voor de rest liep alles goed. Ik had altijd 4 bar connects en dat was gewoon zo spijtig dat mijn AverMedia dan weer niet eens moet werken. Het is altijd iets bij mij. Nu werkt alles goed, dan heb ik een 3 bar connectie. Dat maakt dat ik soms ja, het nadeel heb, bijvoorbeeld bij lag compensations, bij gunfights. Maar er staan dus ondertussen 3 kills en 5 deaths. Ik zal er rap verandering maken, want free for all op standoff. Normaal win ik daar altijd, letterlijk altijd. Zeker als ik mijn C4 gebruik en met de Sheikom speel, of de PWD, of de Vector. Zelfs met Sniper win ik hier wel eens. Maar over de laatste tijd, als ik Free For All speel, dan win ik gewoon bijna altijd. En laten we eventjes de PDW pakken. Omdat het kan. Ik weet, iedereen post PWD gameplays. En voilà, dat bedoel ik dus. Maar godverdomme, 1 bar connectie. Dit is een fucking klote, man. Godverdomme. Oké, het is nog steeds dezelfde match. Ik heb terug opeens 3 bar connectie. 4 bar connectie, 3 bar connectie. Oké, beast mode aan. Cool muziekje aan. En nu gaan we pawnen en eerste gaan staan. In free for all. Ik zal dus niet zo vaak praten, alhoewel ik zal proberen zoveel mogelijk te praten. Maar ik heb een opdracht voor jullie. En dat is mij laten weten wat jullie leuker vinden. Live commentaries of gewone commentaries. Want ik doe ze allebei even graag. En ja, sommigen vinden live commentaries leuker, hebben ze gezegd, wat ik toch raar vind. Want ik vind meestal gewone commentaries leuker, aangezien de gameplay dan vooral stabiel is. Want bij sommige live commentaries stopt de commentator eventjes met praten, of is de gameplay niet goed als hij te veel praat, enzovoort. Dus soms vind ik het wel ambetant, maar ik probeer mijn best te doen bij live commentaries. Ik zal ook geen brawl commentaries, brawl live commentaries maken. De gameplay moet goed zijn, ik moet vlot blijven praten en dan upload ik hem wel. Maar waar komt die nu vandaan? Maar anders upload ik hem gewoon niet. Dus als ik een live commentary maak, dan moeten jullie weten dat het echt een goede commentary wordt. Niet gewoon een brawl commentary. Het is niet dat je dan ziet van, oh, live commentary in mijn subbox van Kastiop. Ik ga dat niet kijken, want dat is een brawl gameplay, dus... Ik hoor die bouncing battles niet, want ik heb geen game sound. Godverdomme. Oké, beast mode terug aan, muziekje terug aan. En beast gaan. Hier is ze. En dus, waar was ik? Dus, vergeet niet dat ik geen game sound heb, dus ik hoor geen bouncing baddies, ik hoor geen voetstappen. Oeh, C4, motherfucker! Hier nog C4, motherfucker! Nee, toch niet. Oké, we beginnen opnieuw. En ik heb totaal geen onderwerp meer om te vertellen. Holy shit, waar is hij nu? Oh, holy shit, man. Oh, die was mis. Oh, wat doet jij nu? Oké. Zit er iemand in het huisje? Zit er hier iemand in het huisje? En de theatermode werkte niet de laatste tijd. Dus daarom dat ik de laatste tijd niet meer... 3 dagen niks meer heb geüpload. Ik wou iets uploaden, ik had goede gameplay, maar de theatermode werkte niet. En nu vind ik de gameplay ondertussen iets slechter, want het was geen geweldige gameplay. Maar het waren gewoon mooie stukjes erin, maar ja... Het waren niet zo van stukjes dat ik het echt per se moet laten zien, maar in de gameplay was het wel leuk. Moest ik daar een commentary op maken. Maar goed, dat weten jullie dus nu ook al.
En hier komt nog een enemy. Ik ben gewoon fucking beast. Get on my level, bitches. En dat is Counter UAV. Ik speel dus met de UAV, Counter UAV en Lightning Strike. UAV en Counter UAV zijn zo handig in free-for-all. Maar Lightning Strike haal ik niet zo vaak kills mee. Dat is wel kut. En natuurlijk op mij. Tuurlijk, de bol moet het weer zijn, godverdomme. Jesus, man. Jesus, godverdomme, Jesus. Oké, kijk, Lightning Strike, ik ga waarschijnlijk geen kill hebben. Ook al doe ik mijn best om te killen, maar ja. Ik kan er gewoon niet mee werken. Oh wel, één kill, dat is... Oh, Claymore. Ik kan die niet zien aankomen, godverdomme. Maar jullie moeten mij ook laten weten hoe ik mij moet gedragen in een live commentary. Dus moet ik echt overdreven reageren, wat ik nu een beetje doe. En echt agressief commentaten, zeg maar. Of moet ik het gewoon rustig aan doen? Het is maar wat jullie leuker vinden. En ik vind het allebei leuk om te doen als ik rustige commentaries maak. Live commentaries dan, dat is voor mij oké. Als ik dit soort commentaries maak, is voor mij ook oké. Maar dan moeten jullie het leuk vinden, want niet iedereen vindt dat leuk. Dus laat zeker iets in de comments achter wat ik moet doen. En of er muziek bij moet of niet. Zowat zachte rockmuziek of soft dubstep, wat je maar ook wilt. In de achtergrond, maar niet iedereen heeft dezelfde muziekstijl. Bijvoorbeeld sommigen vinden hardstyle goed, wat ik totaal haat. Hardstyle is gewoon boenke, 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 boenke. Altijd fucking hetzelfde. Sorry voor de hardstyle lovers, maar ik vind dat zo. Misschien vinden jullie dubstep slecht, wat ik toch iets beter vind. Ik luister wel graag dubstep, maar het is niet van dat ik diehard ben van dubstep. Diehard fan ben van dubstep. Ik vind dat geen echte muziek. Alles wat gewoon met computer is gemaakt, vind ik geen echte muziek. En ja, drum en bass, dat is oké. Okay. Dat is met een drum en computer, dus dat is misschien een beetje muziek. Maar ik vind zo echte muziek, brood rock of zo, eigenlijk. Dat beschouw ik als echte muziek in plaats van zo al die computermuziek van tegenwoordig. Ik vind dat de muziek zo'n beetje verloren gaat, de goede muziek. Komt niet meer aan bod als goede muziek. Bijvoorbeeld, wat heb je? Als er nu gewone muziek komt, dat gaat nooit in de top hitlijst staan. Bijvoorbeeld, ja, Justin Bieber of zo. Gewoon mainstream. Maar zo andere muziek waar jullie niks van weten, dat is gewoon zo onbekend. Ik luister wel graag naar rap, ik vind dat wel echte muziek, maar wat ik niet snap is dat Lil Wayne, ook al luister ik zijn liedjes soms, dat dat beschouwd wordt als een rapper. Ik bedoel, die praat toch gewoon maar. Allee ja, ik heb er een paar liedjes van op mijn iPhone staan en ik luister ze vaak, bijvoorbeeld als ik 's morgens in de bus zit, maar is dat nu echt een rap? Ik bedoel, ik weet niet waarom hij zo bekend is, misschien gewoon om de persoon, om wie hij is, met al die blink tanden en dreadlocks, weet ik veel wat nogal. Heeft hij dreadlocks? Ja, zeker. Misschien gaat het om de persoon dat hij zo bekend is, maar ja. Oh, get owned. Dus we hebben nog 2 killetjes en ik zie dat er een subscriber van mij in mijn, hoe heet dat, lobby zit, in mijn matchend. Ik heb er een paar subscribers nog eens bijgevoegd sinds de livestream van vrij donderdag. En nu joinen ze mij letterlijk elke match. Ik vind dat een beetje vervelend. Dus als jij een van die bent, join mij niet zo vaak. En hier staat het voor de final kill cam. Get on my level, bitches. En ik hoor hem niet, want ja. Ik heb mijn dingen niet eens opstaan. En, dit was dan voor vandaag nog mijn mooie title van DSR 50. Ik denk dat 500 kills voor je title te halen ofzo. Ik weet het eigenlijk niet. Maar mensen, dit was het dan voor deze live commentary. Dus laat zeker een like achter. En vertel mij of jullie dat leuk vinden, live commentaries of niet. En nu als de match eindigt, had ik even 4 bar. Godverdomme kutbel gekomen.